is een goede dag. Ik vind dat wij een grote fout hebben gemaakt om Juspol aan de ABOP te geven. Amoxie is ook een grote leugenaar. Amoxie belegi mi dat mi staatsgevaarlijk, dat mi verstoor orde, dat mi tja volksgezondheid komt in gevaar. Omisani amoxie belegi mi tek mi srotto. Mi tjarengo naar rechter, mi winni a her case. Wat minister van justitie eleiso. Dat ama emeke den proces verbaal ambtshalve elei mensen. Dat if dema elei in a top voor ABOP. Tedoro a minister van justitie emeke legi burgers. Dan weten jullie wat het is, dan weten jullie hoe laat het is toch. If you take criminelen, if you put die criminelen voor bestuur, voor begeleid van ministerie, zou je denken, ook een fout ook. Dat een fake accounts, look om een fake accounts, de man die zien in Mickey, is vals maar aan, is vals maar lastig naar de fake accounts. Dat je gaat naar digitale politie, je gaat doen aangifte, de man doet nada. Niks. Omdat Juspol naar ABOP, abi Juspol, justitie naar ABOP, de dape. Dus de man die zie, de bezig heeft voet aan criminaliteit op. De goede niet nagesproken. Dat is wat er gebeurt. De man met fake accounts, de man met fake accounts. Benny Miranda vocabulary, ijzersterk. De man val om eens maar lastig, doe om eens aan die. Zij om een hart naar account dat hij. Migo doe aangifte naar digitale politie. De man doet niks. Mij rapporteer aan account dat ik sa 50 lees. Plus om eens maar rapporteer aan account. De man doet niks. Omdat Juspol de ABOP de dape. Dus de man is een voet aan criminaliteit op, lieve mensen. En mij ben zo roeru kaba. Dat alles maar moet sabi dat. Bumfuru criminelen. If you abi bumfuru criminelen in wan orga. Dat van jou kan poti a orga dat hij voor begeleid Juspol. Voor tiri Juspol. Criminaliteit o grotok. Luko a criminaliteit no mensen. Nooit eerder zo voor criminaliteit bij de Nasarnang. NDP bij tira kondre. Criminaliteit no beheeso. Aten voor NDP. Aten die Belfor bij de Juspol. Criminaliteit no beheeso. VAP na nga MPS. Tira kondre disi jaren. Criminaliteit no bede ina kondre disi binnenland onder VAP na nga MPS het front. Heer binnenland be veilig. Heer binnenland be boom, lieve mensen. Pemi geboren Stoelmans eiland dat bede wan paradijs onder MPS na VAP. Overal hadden we politieagenten. Stoelmas eiland dat hebben abi politieagenten. Alla zijn naar binnenland politieagenten bete. En no one crime be passa. No. Onder beleid voor ABOP. De man is stimuleer. De man is voet aan criminaliteit op. Go look op binnenland. Zo roof. Zo overval. Zo alla de liba de man is vervuil. Naar goud zoek. Goudzoekingen, acties, etc. Goudverwerkingsbedrijven. A heel binnenland, de man is vervuil. Dat is manu mag taki. En de man ekosi somo no. Ome ma ekosi somo. Maar aten voor front. Nanga front MPS VAP. Sumita de mandati de Yampanesi, uno sabi de Yampanesi dati le criminele, uno sabi de malek somo le criminele, de mambe sabi teke grong, en den grong san de mambe teke na frak, de mambe frak den grong aan, bepaalde man voor VAP teke grong, toe man na frak, de mambe frak den grong aan, na den ambtenaren san egi den grong, na de mandati imu gotaka nga de mandati. Na Forswijk die nolta de smadati zij prati den grong. Na de smadati mutaki. Maar aanvragers aan kies a grong.
ino mango taki amang fufuru agrong, want amang fraka agrong an amang kis agrong. Dus sinds dat een front, MPS, VAP, akondre disi beveilig Suriname, beveilig. Nogmaals, aten die NDB terug betira akondre. Akondre disi no be erg solik no-no. Ondro ABOP, ondro omdat Juspol, Juspol nanga ala de veilig, ala de veiligheidsinstantie, ala de beveiliging instantie van burger, van volk, bijna allemaal efado ondro ABOP. En de meeste van de mannen criminelen. De meeste, if you go poti criminelen voor bosturen aan kondre. Poti om een criminelen naar alle de belangrijke posten. Na corruptie karkont ook. Corruptie karkont. 20 man voor ABOP val me aan naar Sofia Slus. Sang kapitaal delict doen. De man pota hair case in de doofpot. Officier van justitie Van Dijk bel me op. Van Dijk is zorg me dat Benny Miranda. Ik heb een slechte dossier gehad. Ik kan voorlopig niet verder met deze zaak. Kapitaal delict. Knoei nanga a dossier op. De man zijn na dossier go die openbaar ministerie. De man voor bravo. De man go paywa money. De man verpest a heer. Zaak. Vader na kibri met kibri money, voor schrijf je PG een briefje, voor send go na PG met PG pak een zaak opnieuw baka. Na een nieuw school toe, nieuw officier van justitie. Lieve mensen, dus de man die zie, nou de man die bezig na een fake accounts, dus die probeer voor creëer zaken met fake accounts. Terwijl de school toe, de man sabit aki, de man kan trek alle fake accounts na. Alle fake accounts heb je een IP adres. Telefoonnummers, locatie, alle de zand dat de man kan trekken na. Maar de man doet niks. Dus ze voet, de man heeft voet aan criminaliteit op. De man streeft een pori aan samenleving. En de zand dat ik moet vanuit ABOP, lieve mensen. A criminaliteit in Akondre. De man heeft teken om een rovers, de man heeft teken om een vervoerman. Binnen 1 week, binnen 2 weken, de man loest de man. Baka. A klein egodoro, a klein egodoro gewoon. Nederland, die overvallen een man, die go beroof of die pleeg geweld. Zeker voor jaren, 5 jaar, je goes door. Assan is aan Pepi doen aan een poëzie. In een case dat hij, zeker voor 5 jaar, je goes doen. En nog 1 week of 2 weken, dat je go pay de man 900 US, dat je moto. Assan nee, we gaan zo dus, yes Paul, KPS treft ik jou een slecht voorbeeld. Je hebt een slecht voorbeeld dat een trauma ego pleeg van feit bakken. Daar maar ik denk dat, oh, ik kan 5000 US, 40.000 SD, ik kan pay daarmee vrij, daarmee moeten bakken. Dat na voorbeeld van KPS en Juspol, EGI, een samenleving, de goede niet nagesproken. En alle de sandici, maar ABOP schuld, lieve mensen. ABOP schuld, omdat de criminelen lijden in een partij. Dus a crime komt biggie in a contradictie. Mi was kouwi kaba. Dat if we make de man die zit president. U dede in a contradictie. U dede in a contradictie. No, de mai fal omens. Omens ma de mai fal aan na a fake accounts. Dat de mai probeer voor creëer zaken. Voor creëer one case. Voor beschuldigd ma. Dat de mai goi vals ma lastig na a fake accounts. So de man die zit gevaarlijk. De ABOP man is hier gevaarlijk zo, lieve mensen. Dat ik naar school toe, dat ik doe aangifte, dat school toe naar je doe. Niks! Omdat de man schreef, de bakken a crime, de goede niet nagesproken, maar de man schreef voet a crime op, lieve mensen. Dat heb ze nou wie. Kondre, nou wie mooi kondre. Lieve mensen, ik ben een spreker van de VAP. Ik ben een van de woordvoerder, een van de sprekers van de VAP. En ik garandeer jullie, wij van de VAP, Mene Frede voor go in verkiezingen aan de VAP. Ik ben niet bang. Mene Frede next. Als ik ga verliezen, dan ga ik met VAP verliezen. Maar ik weet zeker, mene Lassie aan de VAP. Me go aan de VAP in de verkiezingen. En mene zeker, we winnen. Mene zeker. 2019, 2018. Na mene ben takkie die Chan ook toe. Mene ben de one voor de woordvoerder voor Chan. Wan voor de spreker voor Chan. Na mene ben de. Mene ben takkie die Chan. Om een man de in VAP, maar de meeste van de man is taki. Boemvoeren voor de man is vrede taki. De man is taki, de man is de partij. Om een man, de man is de VAP, zei taki. De man,
Sahadio Lal, Benny Miranda, Van Samson, nanga mevrouw Mangere, nanga mevrouw Ramdin, nanga Riak, nanga meneer Dio, nanga a president teranga nanga taki, na uno nomo etaki verder bijna ineere, no one trust ma ineere bijna. No one trust ma. Na Benny Miranda, en na Benny Miranda eteke de meeste koskosi in a partij, in VAP ook. Na Benny Miranda eteke de meeste koskosi. Minanga van Samson, na wie eteke de meeste koskosi. Maar mine frede fugo in verkiezingen na VAP, wat mine zeker wo winnie. Mensen utambum bye bye, groetjes, ciao. Goedenavond, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het prima. Sinds ik in Suriname ben, sinds 2012, werk ik niet met fake accounts. Als ik iets te zeggen heb, als ik live wil gaan op Bravo of op wie dan ook, dan doe ik dat live. Dan praat ik live. Ik werk niet met fake accounts. We kennen de mensen die met fake accounts werken, omdat ze lafaas zijn. Ze durven niet live te praten, dus dan vallen ze aan middels fake accounts. Pets, fake account, master. Stefan de Dief, fake account master. En enkele andere mensen die werken alleen maar met fake account. Als ik nu live wil gaan op Bravo, dan praat ik nu over Bravo live. Ik werk niet met fake accounts. Er is een account gemaakt. Vocabulaire, Benny Miranda Vocabulaire, IJzersterk en zo is een fake account. Ik ben dat niet. Mijn followers die kennen me heel goed en ze weten dat ik niet met fake accounts werk. Ik ga al jaren live en als ik iets te zeggen heb, dan ben ik niet bang om te praten, lieve mensen. Al gaat het over Bravo, al gaat het over de ABOP, al gaat het over wie dan ook, ik praat live. Ik ga niet aanvallen via fake accounts met fake accounts. Zo bang ben ik niet. Zo'n lafaard ben ik niet. Ik zei het al eerder, de mensen die lafaards zijn, zijn mensen als Pets, Stefan, de Dief enzovoort, die werken met fake accounts. En de regisseurs van ons, het is heel gemakkelijk om fake accounts te traceren. Om fake accounts te onderzoeken, ze kunnen bellen, ze kunnen berichten sturen. Ze kunnen kijken wat voor soort IP-adres het is, wat voor soort locatie het is. Zo kunnen ze traceren. Maar ja, ze doen niets. Als je hier aangifte doet, als je aangifte doet voor fake accounts, de politie, de regisseur doen geen baal. Ze doen geen Terwijl het heel gemakkelijk is, het is echt heel eenvoudig voor een politie, voor een regisseur, voor de digitale politie om zo'n account na te trekken, om te traceren. Maar ze doen nada, lieve mensen. Daarom zei ik eerder dat het is eigenlijk ook een beetje de politie schuld dat wij zoveel criminaliteit krijgen. Want als een burger naar de politie stapt en aangifte doet, fake accounts, de politie doet niets. Als een burger naar de politie stapt en aangifte doet, bedreigingen en zo, politie doet helemaal niets. En pakken ze iemand op, nou dan laten ze degene binnen 2 dagen, 3 dagen vrij. Vandaar dat wij zoveel criminaliteit hebben. Als je in Nederland wordt aangehouden door de politie, dan mag je echt van geluk spreken als je vrijkomt. Als de officier van justitie jou aanklagen in Nederland, dan mag je blij zijn als je vrijkomt. Maar hier worden zoveel mensen gepakt. Ik hoor van Suriname, ik ben hier geboren, maar er worden zoveel mensen aangehouden, ze worden allemaal weer vrijgelaten. Overval, geweld, delict en zo, allemaal worden weer vrijgelaten. Daarom blijft het doorgaan. Dus dezelfde mensen die geweldsdelicten plegen en zo, die worden binnen 3 dagen, binnen 2 weken, binnen 1 week worden ze weer vrijgelaten. En dezelfde mensen die plegen opnieuw weer een strafbare feit. Dat is wat er gebeurt. Een politie die moeten, nou de goede niet nagesproken, maar die moeten adequaat handelen. Die moeten strafbare feiten oplossen. Als een burger iets heeft gedaan, nou ja, sorry, opsluiten, oppakken en opsluiten. Niet een week, 2 weken opsluiten en vrijlaten. Wat is dat nou voor belachelijkheid? Hè? Dus daarom hebben wij zoveel criminaliteit. En lieve mensen, nogmaals, er is een fake account, vocabulaire. Ben niet meer aan dat vocabulaire, IJzersterk, ik ben het niet.
Ik zeg het nogmaals, blokkeren, niet accepteren, gewoon blokkeren. Ik stuur geen requests voor mensen. Ik stuur geen verzoekjes voor mensen. Ik ben al bekend, ik ben al populair. Mensen volgen mij. Ik ga geen requests sturen, verzoekjes sturen voor mensen en zo. Ik heb daar geen tijd voor. Ik heb meer dan 40.000 followers. En met dit account werk ik. Alleen met dit account. Als ik live wil gaan nu op Bravo, dan ga ik live op Bravo. Dan ga ik niet middels berichten en zo berichten sturen of berichten schrijven en zo. Dat doe ik niet. Hè? Er zijn bepaalde mensen als Pets, Stefan de Dief, die maken fake accounts om ABOP een beetje te verdedigen. Om andere mensen een beetje in een slechte dag licht te zetten. Dat doen Pets. Vooral Pets. Die man heeft meer dan 20 fake accounts. Hij durft niet live te komen praten. Want ze weet als ze live komen praten en ze noemen mijn naam, dan ga ik live op Bravo. Ik ben niet bang. De enige persoon, de enige mens van Bravo, mensen van Bravo die live durven te praten. Nou, dat is Tio eigenlijk. Dat is Tio en misschien nog een paar andere Gariman en zo, die durven live te praten. Maar de rest, Pat, Stefan enzovoort, die zijn alleen maar bezig met fake accounts. Die eigenlijk, er zijn geen mannen, mietjes. Vriendjes zijn dat. Zijn mietjes, vriendjes. Lieve mensen, een fijne avond, groetjes, bye bye.